slechte wedstrijd, maar toch gewonnen. Ja, het resultaat telt, zoals je zegt. Ja, en vooral heb ik afgelopen woens gezeten met een ei op die been. En dan zag ze, ik speel gewoon. En weer, ja, weer zeggen de liks dat 2 weken met de benen omhoog. Nee, gewoon spelen, gewoon door blijven gewoon. En ze zit ze maar, vooral de overwinning binnengehaald. Ja, de overwinning voor hebben dus wel de play-offs plaats, maar nog niet de periode type. Ja, maar voor de spelers is play-off plaats. Ja, is het is goed om te behalen. En de periodetitel, ja, dat moet nog komen. Dan kun je tegen Jong Ajax. Jong Ajax hopelijk. We hopen dat we binnen worden. Ja, in Duitsland is het zo, als ze herfstmeister wordt, dan wordt ze kampioen. Weer zijn nu herfstmeister. Ik heb er geen verstand van, maar ja, als dat zo is, dan laten we hopen dat het ook in Nederland zo is. Ja, dus voor gewoon, ja, gaan we nu ook wel zeggen van nee, verkieken de wedstrijd? Of zit er toch ergens in het achterhoofd van, we kunnen misschien toch kampioen worden? Nou, we stonden goed voor, maar we blijven altijd gewoon de kop erbij houden en gewoon echt wedstrijd voor wedstrijd. Want ja, we weten hoe we vandaan komen. En ja, we moeten ook steeds verder kijken. Wordt het vandaag extra zwaar omdat je afgelopen woensdag zoveel gegeven hebt? Ja, afgelopen woensdag speelt natuurlijk midden in de benen. Ja, en het veld wordt gewoon niet beter op. Maar voor de overwinning ben ik gewoon en dat is belangrijk. Dat is het belangrijkste. En nu lekker feest hier, kerst hier, goede roots naar 2018. Ja, ja, gewoon mooie kerstdagen tegemoet en gelukkig nieuwjaar voor iedereen. Oké, een grote envelop overwinningsplanning. Programmaatje voor in de kerstkant. Voor de kerstkant. Doet je nog even oefenwedstrijd of is er niks meer bekend? Ik heb niks gehuurd, dus nog niks bekend. Oké, voor volgende gewoon hartstikke bedankt en voorzien ons volgend jaar. Ja, tot volgend jaar.